overtreding daar van Beerschot. En Sebaoui vindt Torisson op de linkerkant. 1-2 is goed. Sebaoui met de voorzet. En dan lossen van Houten. En bijna Thibaut Bate. Maar gelukkig voor Anderlecht was daar Lucas Lissens die redding bracht. Van den Berg. Torisson. Moet Camara passeren. De voorzet. Lage schijver die Beer tot bij Camara. En El Stassin die het duel verliest van Constantopoulos. Seydou. Mooi van Thibaut Verlinde. Man in vorm bij Beerschot. De bal misschien wat hard. Om Baten meteen in een schietpositie te brengen. Maar hij haalt hem nog wel. En dan ja, kon hij er weinig anders mee doen. Aansluiting was er niet echt. Seydou probeerde nog wel. Maar kwam te laat. Hier deze te hard. Toch nog Baten. Niemand die er dan nog echt in gelooft. En die inspanning doet om in die 16 te geraken. Laatste keer dat Beerschot een wedstrijd verloor in de competitie was dus die heenwedstrijd. Op het Kiel, 1-2 nederlaag. Dat maakt deze match nog net iets interessanter. David Hubert met een goede bal voor Stassin. En de goal. De goal voor de Futures. 1-0. En wie anders dan Lucas Stassin. Doelpunt nummer 10. Daarmee nestelt hij zich naast Barry. Die wel morgen nog in actie komt voor Beveren. Eén kans heeft hij gekregen, Lucas Stassin. Het is meteen prijs. Hier de bal van Hubert. Geen buitenspel, want Torisson heeft die buitenspelval op. En Stassin werkt goed af. Prima gezien de vista. En ook de uitvoering van David Hubert. Geen overtreding, oordeelt Pirard. Sanusi tot bij Torisson. Camara in zijn rug. Torisson plaatsbal. En dan ja, afgeweken op Engwanda. Goed gecorrigeerd door Van Houten. Hier Torisson. Snijdt voor zijn man. Dat was de juiste beslissing. En dan bijna Sanusi. Even een beetje ruimte. En dan kan hij versnellen, bal aan de voet. Verlinde. Rico, goede directe bal. Sanusi plaatsen. Schitterende goal van Ryan Sanusi. Met zoveel stijl en klasse in de winkelhaak geborsteld. Een aanval die hij zelf opzette. Net als in de heenmatch maakt hij een doelpunt tegen de RSCA Futures. Het is zijn derde van het seizoen in de Challenger Pro League. Geweldig gedaan. En dus, ja, Beerschot op gelijke hoogte. Wat een betere weergave is van de wedstrijd. Het is niet dat Anderlecht overwicht had. Er wordt bij momenten gewoon ook goed verdedigd. Hier Sanusi zelf in gang zetten. En dan even mooi gecombineerd klaarleggen voor zijn rechter. De juiste snelheid, de juiste kracht. We hebben nog geen seconde verveeld. Camara. Is even los. Hij kan de voorzet geven. Daar is Elhars. Prima gedaan van Elhars. De kans voor Anderlecht. De redding van Latouwers. Het was Ferrara. Natuurlijk geen spits, geen afwerker. Maar een goede voetveeg was er nodig van Bill Latouwers. En nu Torisson. Proeft daar Hubert af. Hij wil de gele kaart. Gaat hij ook krijgen waarschijnlijk. Maar Torisson blijft overeind. Thibaut Bate probeert Lissens op snelheid te pakken. Maar die verdedigt goed ook de steun van Engwanda. De snelheid en schoen weg uit de aanval, uit de counter van Beerschot. Maar wat een mooie reactie van Anderlecht was het. Met De Wilde en Camara op de rechterkant. De voorzet. Elhadj met het overzicht meteen in één tijd. En Ferrara, ja, die best goed afwerkt hoor. Ferrara onderschept de bal van Matisse en dan te nonchalant. En Rigo is er mee vandoor. Rigo in het zijn het. Goede tussenkomst nog van Lucas Lissens was nodig. Anders kon Rigo de andere hoek uitkiezen. Dat is een overhoekstrap. Hij heeft een geweldig schot op. Dat heeft hij al bewezen meermaals dit seizoen. Goed druk gezet. Geprofiteerd van de nonchalance van Ferrara. Latouwers met de lange bal. Seydou zoekend. En uiteindelijk Verlinden vindend. En daar is de voorzet van Verlinden. Baten komt net tekort. Torisson kan die bal wel nog oppikken. Hij is hem dan wel kwijt aan Camara en Engwanda. Goed van Wijmans.
De lange bal. Ferrara die er zich een beetje op verkijkt. Goed, slim was dat van Seydou. Zet eigenlijk een soort van blok waardoor Verlinde kon doorgaan. Ja, een goede voorzet die in huis had en Bate het meer in. Seydou. Thorisson. Mooi van Thorisson. Thorisson. En hij schiet hem binnen. 1-2. Mooie actie van Thorisson. Ja, de man die dus op een wolk leeft na de geboorte van zijn zoontje. Hij bekromt dit met een goal. Waar is het gebaar? Er is ondertussen nog ruzie tussen Bate en Ngwonda. Maar het staat wel 1 tegen 2. Hier Seydou. Goeie bal voor Thorisson. Die Camara uitkapt. Iets te makkelijk wel. Maar dan wel heerlijk weglegt in de verste hoek. Te veel ruimte daar. Want eigenlijk mist hij zijn controle. Leoni. Zoekt de snelle Miché. Er is volk mee met El Hadj. Die bal moet komen. Daar is El Hadj. En de redding van Lattouwers. Voor El Hadj. Miché. Te centraal ingekopt. Door een creatieveling van Neerpe. Lezen door Seydou. Ook niet perfect uitgevoerd. Maar die geeft die bal dan zomaar terug. El Hadj en Miché. Ernaast. Hier komt Beerschot bijzonder goed weg. Grote kans voor Miché. Stassin met de bal voor El Hadj. In het hakje wilde Seydou lokken. En dit is een vreemde toets alweer van Leo Seydou.